Jeroen van der Wiel, ja. Coach van de softbaldames Roef. Helemaal klaar voor het start van het nieuwe seizoen? Ja, we zijn absoluut al klaar. We hebben vorige week al de eerste uitwedstrijd gehad tegen een degradant uit de hoogste klasse van Nederland. En, ja, daar hebben we ook eentje van gewonnen, dus we zijn goed op weg. Mooie start. Oké, wat zijn de verwachtingen van dit jaar? Nou, we hebben nog een hele jonge ploeg, dus het zal vooral gaan om handhaving en ervaring opdoen. Ja, handhaving, maar dan in de overgangsklasse. Handhaving in de overgangsklasse, ja. Ja. Hoeveel meiden bestaat jouw team? Bestaat nu nog uit 13 meiden. Vorige week krijgen we nog een Amerikaanse speelster erbij, maar zijn we met 14. En dat is een volledig team? Ja. Oké. Okay. Ja. We hebben al een paar keer softballwedstrijden mogen bekijken. Ja. Kun je daar nou ook spreken van aanvallend spelen en verdedigend spelen? Ja. En dan mag ik aan de coach vragen, hè? Ja, dan mag je zeker. Hoe doen jullie dat? Nou ja, goed, verdedigend dan sta je gewoon in het veld. En aanvallend ben je aan slag. Dus okay. Ja, dan, aan slag kun je alleen punten scoren. En verdedigend moet je proberen tegen te houden, dus in het veld. Maar kun je dan, als je in het veld staat, ook nog aanvallend spelen? Bijvoorbeeld korter op de slagmensen? Of ja, maar, wij scouten iedereen, zeg maar, en weten wie ongeveer wat kan. En bepaalde speelsters... kom je in en bepaalde speelsters ga je wat dieper spelen. Dan je weet dat ze verder kunnen slaan. Okay. Dus, ja. En als je aan slag bent en verdedigend spelen, hoe doe je dat dan? Aan slag verdedigend? Door meer stootslagen te geven? Ja, je kan een stootslag neerleggen, maar dan is het om iemand een honk verder te brengen. En is het toch aanvallend. Dus ja, dat bestaat eigenlijk niet. Zeg maar. Okay. Dus jullie spelen eigenlijk liefst aanvallend? Ja. Tuurlijk. Ja. Daar gaat het om. Hoe oefen je het slaan? Op trainingen heb je diverse oefeningen, omdat het een redelijk complexe beweging is. En je probeert de maximale kracht eruit te halen. Dus, en het is eigenlijk niet op kracht, maar gewoon puur op snelheid. Hoe sneller die knuppel rondgaat, hoe verder de bal gaat. Oké, en dan is er nou ook nog de oog-armcoördinatie natuurlijk. Hand-oog-coördinatie. Hand-oog-coördinatie. Ja. Maar goed, dan kan je niet trainen. Dat heb je. En ja, je moet het wel oefenen, maar ja. Dat heb je. En... Ja. Oké. Okay. Zijn er genoeg jonge talenten in Moergestel die dat hebben? We hebben alleen maar jonge talenten. we hebben een gemiddelde leeftijd van 21 in onze ploeg, dus dat is natuurlijk redelijk jong. Dat is jong. En, maar daar zijn we trots op en dat is ook onze kracht, denk ik. Dus, maar ook bij de hele kleintjes, bij de peanuts? Ja, ook daar lopen talenten volop. We zijn langzaam, ik denk wel, de grootste softballclub uit Brabant. En dat is voor zo'n klein dorpje. Daar zijn we natuurlijk wel heel trots op. Oké. Okay. Dus, hoeveel jaar doe je dit al? Dit is mijn 30e jaar als lid van Roef. En ik denk dat dit mijn 4e jaar achtereen is bij Dames 1. Oké, dus je hebt al die meisjes ook allemaal doorzien stromen naar jouw team? Ja, ik heb ook een aantal. Ik ben een keer bij de pupillen begonnen. En diverse meiden spelen nu ook hier in het eerste. Dus, ja. Oké. Riekie Rijnen, of Riekie Smetsers, of Riekie Rijnen Smetsers, wat moeten we zeggen, Riekie? Maakt me niet uit. Bijna 30 jaar geleden dat jij in het veld gestaan hebt, ja. In elk geval voor de competitie. Ja. Hoe was het om weer eens een openingsbal van het seizoen te gooien? Nou, ik kreeg weer heel erg zin in het softballen, want dat is eigenlijk de leukste periode uit mijn leven geweest. Dat was alles voor me, softballen. Ja, dan horen we net van Jeroen dat dit allemaal erg jonge dames zijn. Ja. Gemiddelde leeftijd 21. Ja. Kun je dat lang doen? Kun je daar oud mee worden met softbal? Ik ben gestopt toen ik 39 was. Dus zo lang softbal kun je, als je dus een redelijke slag hebt, ja, je kunt het toch wel redelijk lang doen, vind ik. Ja, want het zijn korte afstanden die je hard moet lopen. En dus, ja. 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 Ja, ook als je in Amerika kijkt, de honkballers, dat zijn... Lijken dikke zwaar ouder, hè? Ja, of ze ouder lijken, dat weet ik niet. Ik dacht, schat, ze hadden al in de 40 toch in elk geval. Oh, dat weet ik niet, maar je kunt het vrij lang volhouden. Ja. Ja. Maar heb jij op het hoogste niveau gespeeld? Nee, tweede hoogste. Tweede hoogste niveau? We hebben eerste klas gespeeld en niet hoofdklasse. Oh, ik dacht hoofdklasse. Nee, dat was een vergissing. Ja. Oké, dus eerste klas hebben jullie gespeeld. Ja. Is er erg veel veranderd in die 30 jaar?
Ik denk het wel, allemaal veel sneller geworden, veel sneller. En professioneler. Zij moeten 2 wedstrijden op 1 dag en dat hoefden wij dus niet. Ja. Dus dat is best zwaar, vind ik. Ja. Best pittig. En op welke manier is het sneller geworden? Nou, het pitchen vooral. Ja. Pitchen is erg. Er wordt veel harder gegooid als vroeger. Ja, ja. Zou jij nou nog mee kunnen doen? Nou, ik zo oud ben, niet. Nee, tuurlijk niet. Maar had je het gevoel nog met die bal? Ja, nou, ik had iets meer moeten oefenen. Van de week was ik thuis een keer aan het gooien en dan moest ik nadenken en dan gaat het niet. Hè? Nee. Want dat is een automatisme altijd geweest. Dus als ik nadenk, dan gaat het niet. Dus ik denk dat ik straks gedacht heb toen ik gooide. De eerste helft was. Ja, ja. Volg jij het softbal nog? Ja, dat wel. Ja, ja. En op welke manier? Uit de krant? De krant en via mijn zoon hoor ik ook dikwijls. En ik hou de uitslagen bij in de Gesterse. Ja. Dus en in het nieuwsblad. Oké. Ja, ik vind het heel leuk. Nou, in elk geval hartelijk dank dat jij hier het seizoen voor Hoef geopend hebt.